Dat is niet normaal. Die bonen zijn lekker allemaal. Of ik heb heel veel honger, maar die bonen zijn lekker allemaal. Echt rijk. Hey, chicken, chicken, chicken. Dick is in the war. Zanatatcher en de bieber. Maar hier moet je ook wel drie. Ha! Zo. Het zijn gewoon bieber en Mart. Oké. Okay. Nee. Wat? Mukbang. We are girls. Back. 2022. Backflip. Oké, laten we even zeggen, we gaan een sportbank doen. We gaan lekker fucking naar vreten. We hebben niet normaal honger. Ja, niet normaal. Zoals je ziet hebben we echt bizar lekker sushi gehaald. De Sky Asia, het is net wat duurder, maar dan krijg je ook wel wat, zeg maar. Het is echt luxe. Zeg maar. Ja, het zijn net wat extra tarts. Niet normaal. Hier zit garnalen op, salm sashimi, ebi rollen. Rainbow roll. Rainbow, zalmroomkaas. Hier, dit zijn garnalen met mayonaise erop. Ja. Yakitori. Nou, we hebben echt van alles wat. Ja. Noem het maar en we hebben het. We hebben echt gewoon geen één simpele rol. Alleen die avocado maken. Ja, verder is alles gewoon. Je lievelings ook. Ja. Ja, die is gewoon fucking lekker ook gewoon. Verder is die unagi dan toch? Wat? Die. Is dat die unagi? Oh, dat is geflambeerde unagi. Wat is unagi? Bali. Ik ben. Oké. Thumbnail. Niet moe. En we gaan ook wijnen, want het is vrijdagavond. Ik vind het echt wel een vrijdagavond, dit. Ja? Wijn en sushi. Disclaimer, Anne kan rare dingen zeggen, want Anne is brak. Anne is echt brak. Ja. Dus ik kan weer niet op mijn woorden komen, gekke zinsen zeggen. Ik heb een kater. Nee, dat heb ik niet. Ja. Ik heb, ik weet eigenlijk niet meer wat. Gewoon dat je, iemand zei dat je heel schattig was de vorige keer. Ja. En allemaal likes gekregen. Het siert de vrouw echt. Iedereen heeft eigen, nee, maar was zo, iedereen heeft echt... eigen siert haar zo. Jezus! Nou, laat maar zitten. Nou, oké. Okay. Oh, nee, het helemaal aan elkaar flippen. Nou, let's go. Ja. Nou, jongens, let's go. Welke heb ik? Ik heb zalmroomkaas, dat is mijn feest. Ik heb garnaal. Nee. Deze zalm en roomkaas. Nog nooit zo lekker op. Jongens, hoe gaan we dit opkrijgen? Ja, ik zei wel tegen Stan, misschien hebben we sushi over. Ja. Ik zeg, ja, doe maar. Vind je wel lekker uit werk? Ja, daarom. Oké, dit is echt mokka. Oké, wacht, zal ik die vragenlezer bij pakken? Hier, mag dat afvalbakkie? Nou, wel. Oh. Ik ben een afvalbak. Ja, dat kan ook. Ik ben een afvalbak. Ik ben bier. Zalmroomkaas ga ik niet proberen. Jongens, dit is zeg maar echt next level sushi gewoon. Ja, dit is gewoon echt alsof dat je gewoon hard eten gaat. Ik vind het echt een soort Harbor Club niveau hoor. Heel goed. Zo vet allemaal. Je zal ook een doosje nemen. Nee. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja, cheers. Cheersie. Hey. Ja, dat is. Nou, dank u. Zo, lekker het allemaal. Ik weet ook gewoon niet wat ik moet doen. Ik wil gewoon een garnaal even proberen. Zodat er niemand voorbij komt. Ja. Hier gewoon een garnaal op. Ik ga die paling doen. Jongens, kijk dan. Het is gewoon zo ziek. Het is heel vers ook hoor. Ja, heel vers. Ik heb het net gemaakt gewoon. Maar hier rookt die pokeball laatst van, hè? Dat is ook bizar. Dat was echt een van de lekkerste pokeballs die ik ooit heb. Lekker die garnaal erop. Maar alles maar het is ook gewoon een sushi, hè? Het is niet een bonk rijst. Het is gewoon een sushi. Ja, ja, alles klopt. Ik heb een vraag. Wat is de meest belachelijke regel die je moet volgen van jezelf? Welke autistische trek heb je gehad? Oh, nou, dat heb ik echt. Ik kan 3 of 4 uur schrijven. Ja, maar verzin maar eens wat. Bedenk maar eens wat je dat eigenlijk altijd doet. Is dat pittig? Nou. Nou, een klein beetje, gewoon een beetje spicy touch. Beetje chili, ja, pittig. Maar niet heel erg. Oh ja. Maar. Nou, een belachelijke regel die ik voor mezelf voor. Jezus, wat. Maar we hebben allemaal wel echt autistische trekjes. Ja, ja. Dat was even mooi, even goed nadenken hoor. Nee. Een soort. Ja, misschien een dagplanning maken. Ja. Planning maken sowieso. Dat is niet belachelijk, maar. Ik kwam dus met mijn hele planning voor afstuderen aan bij mijn groepje. En ze keken mij echt aan van. Spoor jij wel? Maar dat jij zo uitgedacht, uitgebreid, helemaal een planning hebt gemaakt. Weet je welke dag we doen? Toen zaten ze mij echt aan te kijken van, ja, die is niet goed. Wat is nog meer echt een belachelijke. Dat is zo stom, ik heb zoveel autistische trekjes, maar nu weet je het gewoon even niet. Nee, maar dat is altijd zo. Je zou gewoon geïnterviewd worden op tv. Ja. Dan gaan ze je van die vragen, of bij zo'n talkshow of zo, op YouTube. Soms heb je dat wel, en dan moet je daar best wel spontaan antwoord op geven. Dat is best wel moeilijk hoor. Ik zou echt blackout krijgen. Ik zou denken, wat weet ik niet. Wat
Wat is dat? Dit? Nee, daar. Dit. Dat is een garnaal. Grab it. I want to grab it. Hier. Zo! Is dit een garnaal? Het is een garnaal, maar dan met mayo en met een soort spul erop. Dit vind ik niet normaal. Die is lekker! Wat is deze? Oh, als we allemaal lekker. Ja. Heb je die ook al geproefd? Gas. Ja. Dit is soort een reuze garnaal. Ja, ik kan even niet bedenken hoor. Nee, ik ook niet. Ik denk eerder gewoon... Misschien kom ik hier nog op terug. Ik kan wel echt niet slapen als mijn kamer dief zo is. Ja, oh ja. Ja, dat is bij mij wel vaak. Maar dan, ik ruim het elke keer op, maar ik hoef maar één dag te hebben en het is al een tyfus hoor. Dan denk ik, hoe kan het? Oeh, hij is wel heel pittig. Ja? Je garnaal. Oh! Maar ik kan het niet bedenken. Wat raar, je hebt dat even niet kan bedenken. Nou. Ik heb gewoon autistische tracks ook gewoon tijdens tandenpoetsen en zo. Ja. Hoe vaak ik het niet kan doen. Als ik drink, dan drink ik altijd en dan wrijf ik altijd met mijn linkerhand over mijn buik. Nee! Oh, dat is een ongeschreven regel bij mij. Anders, ik weet niet, brengt zo'n ongeluk dat ik het niet doe? Of... Nou, of het is gewoon echt zo'n tik geworden dat je gewoon automatisch gaat. Nou, dat vind ik heel raar. Ja, klopt. Dat heb je wel eens verteld, man. Dat je dat hebt. Maar ik heb het nooit gezien. Nee, ik doe het alleen als ik staan drink. En in de keuken sta. Kijk, niet op een feestje of zo. Maar als ik thuis staan drink, dan altijd. Maar op een feestje of zo niet. En ook niet als ik zit. Ik ga nu niet zo zitten. Maar ik had vroeger wel heel erg last van dat... ik weet daar zijn hele naam niet. Maar dat je elke keer alles moet doen opnieuw. Ja? Nou, echt niet. Oh ja, dat weet ik nog wel. Nee, roze. Ik heb het echt. Het was zo bizar wat ik dan moest doen. Mijn lichtknopje dan echt... Ja? Ja, nou ja, kijk. Het ging mij om misschien om mensen te herkennen. Op nummer 3. Ja? Dat was drie keer. Maar ja, als jij je hand 1, 2, 3 aanraakt. Dan heb je deze 2 wel 2 keer aanraakt. En deze 1. Dus dat is echt ook niet lekker. Nee. Nou, dat vind ik toch zo de beeld, mensen. Dan ging je op een gegeven moment van 3 naar 9. Van 9 naar 81. Nee. 9 naar 1. Ik dacht, ja, dat is echt heel erg. En dan bleef je gewoon alleen maar op de knopje drukken. Maar nee. Had je dit echt heel erg? Ja, nou, Anne. Zoals vreselijk, mijn huilend thuis om gezeten. Ik kon gewoon niet stoppen. Of maar, ik had in de hamster. Dus mijn hamsterkontje deed open en dicht. Naar die hamster helemaal verslag. Oh, dat is echt heb je wel eens verteld. Ja. Nou. Ik had vroeger een autisme dat als ik dingen zag om te tellen, ging ik het allemaal tellen. Oh ja. Dus weet je wel, raam is op 1, 2, 4, 6, gewoon in de auto zo. Heel dat alles te tellen, dat is helemaal gek. En dan moest ik gewoon alles wat ik zag natellen, ja. Of dat je loopt en dat je niet op die stenen, de randje van de stenen mag lopen, bedoel je nooit? Ja, en ik vroeger wilde ik altijd zeg maar inderdaad in het midden van de stenen lopen, ja. Ja. Nog een naam maar. Normaal. Dat heb ik nu niet meer, maar toch vind ik het wel fijn als het wel gebeurt ofzo. Ja. Als je lekker loopt. Ja. Maar... Laat je zien met je Ann. Ja, het is echt niet helemaal vers. Ja? Oh, slaatje erbij. Zo, kijk eens. We hebben verwend, joh. Slaatje erbij. Slaatje erbij. Durf je gewoon niet meer op te eten? Of het zijn allemaal van die... Ik denk dat die buitenkant heel veel saus had. Waar ben je bang voor? Is dat een vraag? Ja, dat is een vraag. Oh. Goeie. Vroeger was ik heel bang voor gezen en donker en dat soort dingen, maar dat heb ik allemaal niet meer echt. Ja, maar gelukkig maar. Moet je bang zijn voor een voorwerp of... Kijk, ik kan bang zijn voor spinnen. Ja. Maar ik ben ook bang dat ik... Ja, meer gaat meer over het leven, over de toekomst. Ja. Bang dat je niet het gelukkige leven wat je zou willen. Ja. Zijn jullie bang voor de dood? Nee. Nee, dat ben ik dus ook niet. Sommige mensen zijn echt... Heel bang voor de dood. En dat vind ik helemaal niet gek, want soms heb je ook van dichtbij mensen dood zien gaan of zien stikken, weet je wel. Ja, klopt. Een sterfbed of zo, dus dan word je er wel gewoon angstig van. Maar ik heb dat totaal niet. Ik vind het eigenlijk ook wel een soort interessant of zo. Ja, ik ook. Maar ik ben wel heel bang. Waar ben ik zo bang voor? Dat de naaste. Ook? Ja, dat zeker. Ja, dat ook. Maar ook heel erg dat er iets gaat gebeuren, dat je bijvoorbeeld verlamd raakt of doof of blind wordt. Of iets wat je echt je leven lang, zeg maar, beperkt. Ja. En dat... Dat is wel een heel grote angst. Dat is precies wat ik bedoel met ook dat je niet het gelukkige leven gaat leiden wat je wil. Ja. Zeg maar, daar heb ik het over de juiste mensen om je heen en een baan waar je ook met plezier naartoe gaat. Maar ook dat je gezond mag blijven, dat je niet inderdaad doof wordt of blind wordt of half verlamd of in een rolstoel terechtkomt. Dat lijkt me zo erg. Maar daar moet je soms echt bij stilstaan en dankbaar voor zijn dat je gezond bent. Dat je kan lopen, dat je kan praten, dat je kan horen. Nou, ik zei pas eens tegen mijn vader in de auto opeens, echt super random. Ik zeg, pap... Wat is het toch een mooi cadeau dat we met z'n allen kunnen praten. Oh. Ja, maar stel je zou niet kunnen communiceren. Ja. Ja, dan, ja dat is altijd, dat je een andere manier gehad van communiceren. Maar hoe chill is dat je in woorden kan uitleggen wat je denkt, wat je voelt. Ja.
Maar soms kan je zelfs niet eens in woorden je uitdrukken. Nee. Soms heb ik echt... Zo heb ik zo'n gevoel, maar dan kan je het gewoon niet uiten. Mm-hmm. Maar dat, dit soort dingen zeg je dan op het moment dat je even heel diep in de auto mm-hmm. heen aan het kijken zit na te ja. denken. En dan denk je, dat moet echt... een beetje dankbaar zijn voor het leven. En er ja. moeten ook momenten voor zijn. Soms heb je ook gewoon, hebben jullie niet soms gewoon een ronde waar je denkt, ik ben echt gewoon eens heel gelukkig. Ja! Maar dan, je maar zegt het tegen niemand. Nee! Je kan niet zeggen, nou ik ben echt gelukkig, nee. gelukkig. Maar je voelt gewoon een soort van binnen heel erg. Maar soms voel je ook echt fucking kut. En dan ja. zit je ergens en denk ik opeens van, wow, hoe kom ik nou op? Opeens ja. heb je zo'n vlaag ja. en zo'n zoef. Dat je denkt, ik voel me opeens zo kut. Ja. En dan echt... Kan het zo weer weg zijn of de volgende dag kan je weer helemaal gelukkig zijn, maar dat je opeens zo denkt van hoe kan dit nou weer? Klopt. Jezus. Het kan ook ineens omslaan, ja. Maar dat zeg je ook niet, want er is nee. dan niet echt niets. En dat is ook met gelukkig zijn. Dus kun je helemaal zo'n gelukkig gevoel hebben en dan denk je, oh yeah, love my life. En dan... Ja. Weet je, het kan zo snel gebeuren dat je bijvoorbeeld wordt aangereden of zo. Dat is echt binnen een seconde het gewoon je leven kan veranderen. Dat vind ik zo erg. Ja. ja. En ik heb wel ook echt, dat gaat hier helemaal niet over, maar het gaat over de dood. Ik heb echt de wens dat ik kan meekijken op mijn eigen begrafenis. Dat, daar ja. droom ik heel vaak over ook. Ik wil oh, zo graag, geweest. Ik wil zo graag, ik weet niet waarom, dat ik gewoon erbij kan zijn. Ja, dat je ziet hoe mensen ook gewoon, ja, dat je ziet wie er zijn en ja. Dat snap ik ja, wel een beetje. Ik nieuwsgierigheid ook. Ja, heel nieuwsgierig naar mijn eigen dood. Ja. Gewoon ook, ja, reacties en... Nee, je ziet wel heel veel mensen huilen of zo. Dat zou ik ja, dat zou ik wel erg vinden. Maar ja, ergens heb ik de reden dat ik dan een soort positieve invloed kan hebben. Van jongens, het is goed. Ga ja. lekker feest, ga lekker bier drinken, ga lekker bitterballen feesten. Je ziet soms ook wel eens dat mensen zo'n hologram mm-hmm. ja. maken. En dan dat ze nog gaan praten op hun oh, ja. dood. Weet je, mensen die echt ziek zijn, die weten dat ze dood gaan. Ja. Dus ze dan praten van jongens, wees allemaal lief voor elkaar. Nou, ik zag dus ook die TikTok dat die man zo'n spraakopname had gemaakt. Dat hij deed alsof hij in de kist zat. Zei hallo, ja? Die kloppen. Hallo, I'm in here. Guys, don't cry. Fuck nee. off. Echt? Maar dan zou ik nog harder huilen. Zou ja, maar, je maar iedereen... Mensen kunnen ook zo lachen. Ja, ja, iedereen begon te lachen. En het brengt wel een soort die ja. awkward vibe van... Van je moet een soort verdrietig zijn. Mm-hmm. Ja, dat is wel echt dat zo, zeg maar, met begrafenis van... Je bent ook natuurlijk verdrietig, maar... Eigenlijk kan je beter maar gewoon... Zitten. Je bent natuurlijk gewoon echt voor degene die overleden is. En gewoon echt meer een soort dankbaar van mooi dat we het zo kunnen afsluiten, weet je ja, wel? Ja. Met z'n allen. Met z'n allen. Jij zou nog iets uit te kallen. Dat weet je niet helemaal goed uit. Maar ik vind ook wel eng om mensen te verliezen om me heen, hoor. Ja, alles. Hoe ga je mee om? Als ik... Hoe ben je mee om? Ik kan daar niet eens over nadenken. Nee, ik heb vooral echt mijn vast... De mensen die je elke week ziet. De meest dierbare mensen ja. om je heen. Als iemand daaruit maar verliest... Maar je hebt niet zonder kan gewoon. Ja, dat zou ik echt heel erg vinden. Ook. Mm. Nee, dat zou ik echt helemaal... Gewoon je ouders, je vriend, je vriendin zo. Of gewoon familie die je vaak ziet. Ik kan me dat soort niet voorstellen. Ik heb wel mensen verloren, maar niet zo dichtbij. Nou, en ik had dus echt... Ik voelde me zo down toen die Lucas overleed. Omdat je voelde gewoon ja. die vibe van hij is even uit ons. Ja. Mm-hmm. Wat moeten die mensen om me heen meemaken? Ja. Daar had ik heel erg van, hij is zijn toekomst ja. kwijt. Mm-hmm. Zeg maar, ik vond dat zo erg. Ja. Het lijkt me een stemmoment zo. Ik denk dat ja. het gewoon een soort dichtbij komt. Ook al ken je hem niet, maar ja. je kent hem zeg maar via socials. Maar het komt gewoon dichtbij omdat het dezelfde ja. levensfase is. Ja, maar hoe snel het dus voorbij kan zijn ja. dat hij gewoon die 2 dagen ervoor ja. iets had gepost. Nou, dat hij komt nog steeds meer voor you page. Nou, ik ja. ook. Omdat je dus zijn video's gewoon veel gekeken hebt. Dan krijg je dat terug. Van oude video's. Ja. Maar ja. Ik kan een soort niet, maar ik denk dat je een soort niet beseft. Ik denk, zeg maar, stel één van jullie gaat dood, zo, zeg maar, of iemand zo dichtbij. Ik denk dat je altijd gewoon nog denkt van, diegene is er nog. Mm-hmm. Dat je denkt, ik kan diegene gewoon nu opbellen en die is er ja. nog. Maar omdat het zo'n gewenning is, en dan denk je, diegene is er gewoon niet meer. Ik denk, besef dat iemand er echt niet meer is, dat lijkt me zo eng. Het eerste is het verdriet. En dat gebeurt zo vaak. Ik denk dat je zo vaak momenten krijgt van, kut, diegene is er niet. Ja. Dat je zo vaak hebt van, oh, dit. Oh, nee, die is nou, jongens, wel gezellige mukbang. Nou, oké. Okay. Jezus. We gaan even een ander onderwerp. Hoeveel ik hoor het er helemaal in. Ja, misschien nog mensen die wel juist wat dan hebben. Ja, misschien ja, mensen het ook wel zo hebben. Voor ja, en je kan ook wel een keertje. Je praat ook niet zo heel snel over dit soort dingen. Dus misschien vind je het dan juist fijn als wij het doen. Ja, wat wij het voor jou doen. Ja. Kan je het meepraten tegen het scherm. Als je leven zou omschrijven in 3 woorden, wat zou het dan zijn? Op dit moment. Ja. Oké, dat ook een goed. Dit zijn eigenlijk kutvragen. Nee, het is heel leuk. Dat is wel leuk. Maar dingen waar je wel over na moet. Ja. Maar het is niet dat je kan zeggen, oh dit. Maar het is meer... Laten we vooropstellen dat we allemaal gewoon een goede wel zijn. Welvarig zijn. Dat we ja. allemaal gewoon goed we hebben... en gelukkig ja. en gewoon goede mensen zijn. Gezond. Ja. Gezond. Dat is de eerste, denk ik. Ja. En ik denk heel, nou niet per se chaotisch, maar het bij mij nu wel, zeg maar,
een beetje overslag in werk, school. Je zit eigenlijk ook wel in een, gewoon een beetje chaotische, rommelige fase, zeg maar. Ook geen, niet echt vastigheid qua vriend, qua werk, qua, het is allemaal, maar het gaat allemaal gewoon prima, want alles staat wel vast. Maar op dit moment is het gewoon een overgangsfase, dus het is wel een soort chaotisch. Ja, en dit hoort er ook bij, want op een gegeven moment, als je een nieuwe baan krijgt of iets, alles wordt, het wordt nog een soort onzeker misschien. Ja. Ja, maar onzeker is het ook weer niet. We hebben een soort onzekere periode, omdat je nog niet weet wat er gaat komen of zo. Ja. Dat is gewoon een overgangsfase. Mm-hmm. Maar vooral gewoon gelukkig. Ja, ik ben best wel gelukkig nu eigenlijk. Vrolijk. Ja, hoe omschrijf je? Wat was nou de vraag? Vooral ook echt door de zomer. Hoe je leven op dit moment omschrijven? Ja. Maar gewoon van dankbaar. Ja, ik ben echt dankbaar. Dankbaar voor de dingen die we doen. Voor mensen. Voor mijn werk. Voor de dingen die we doen. Ja. Voor mensen om me heen. Voor wat ik allemaal heb. Wat ik ga doen. Ja. Gewoon zoveel dankbaarheid. Ja, ik denk dat je er maar in één woord kan omschrijven. De rest, ik weet niet zo goed waar ik verder ben. De ene keer gaat het leuker dan de andere keer. Ja, de andere keer ga je, dus ja, hoe schrijf je dat? Maar ik zag pas dus een TikTok. Gewoon depressief. Ik zag dus een TikTok en ik dacht, wow, dit is echt waar. En daar heb je nog nooit bij stilgestaan. Deze jongen. Oké, ik ga het even uitleggen. Ja. Het gaat er dus om dat je niet boos moet zijn op jezelf dat je soms zo down bent. Ja. Dat er zeg maar downs zijn, want zonder downs zijn er geen ups. En anders is je leven zo, is gewoon vlak. Ja. En dan zou je geen waardering voelen, geen gelukheid voelen, dan voel je niks. Mm-hmm. Dus als je je niet down voelt soms, dan kan je ook niet gelukkig zijn, want dan is het alles vlak. Eigenlijk een soort iets positiefs uit te halen. Dan boeit het dus niet dat je af en toe gewoon niet lekker voelt. Nee, maar je moet jezelf ook nooit straffen als je je kut voelt, want juist die kutmomenten mogen er zijn. Ja, dus als je dit weg gaat stoppen, dan gaat het nooit weg. En dan hebben wij alle drie ook, we gaan nu een jaar, anderhalf jaar goed met elkaar om. En alle drie hebben we allemaal al zo'n fase gehad. Ja. Waar we dan alle drie echt even gewoon in zaten van, ik weet even niet. Ja. Maar gewoon echt in zaten. Ja. Dat is echt gek eigenlijk. Ja. Alle drie gewoon zo'n fase. Maar ik weet ook precies over welke fase we het hebben. Ja. Ja. Echt hè? Maar gewoon even. Maar juist, inderdaad, maak je ook wel sterker. En je moet het inderdaad positiviteit eruit halen. Dat betekent wel dat je überhaupt gevoel hebt. Ja. En dat het dus ook weer beter kan worden. Ja, maar juist, ik op dat moment vind ik het natuurlijk heel kut, maar achteraf ben ik altijd heel dankbaar dat ik zo'n moment heb gehad. Ja, want nu maar kan je er alleen maar sterker van, je werkt van dat je eruit komt. Keuzes moeten maken. Ja. Gewoon daardoor ben je gewoon anders in leven gaan staan weer. Weet even niet wat ik wil. Ik hoop niet. Mag ik een vraagje? Oh, ik heb hem al gepakt. Ja. Sorry. Hey, het lijkt net of Anne veel donkerder is. Dat komt eigenlijk ook omdat het donker is. Ja, dat denk ik trouwens ook inderdaad. En dan weer Noah. Wel weer een leuk paletje. Ja, en dan Noah, denk. Bij ons is hij echt zo huid. Huid! Maar ik dacht eerst dat ik was om niet te vinden. Nou, ik vind het echt niet gaat hartstikke goed. Gaat hartstikke goed. Man. Zo, maar zo, die zo, vraag hebben ze ook niet meer weten. Heel zacht. Huh? Die crème zalm ding. Wat? Die zalm crème. Niet normaal, hè? Heel zacht, een soort roomkaas. Heel chill. De genade. Dit zijn hele rare vragen. Wat zou je liever bij iemand op schoot willen zetten, iemand op jouw schoot? Dat slaat op. Wie gaat het dan? Dat is toch kut? Nou, ik heb wel liever iemand op mijn schoot eigenlijk. Ik ook. Want ik heb, anders heb je altijd het idee van, oh, zit ik ergens op, ben ik te zwaar? Verzuur onze benen, gevaart op mijn en zelf kan je gewoon aangeven hoe het zit. Ja. En je weet dat sommige mensen ik voel ook altijd soort ongemakkelijk als ik op de tafel ben. Maar niet of zo. Maar bij wie? Ik vind het gewoon altijd chiller gewoon als er iemand op mij zit dan ik. Okay. Nou, ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel als iemand op mij zit, maar ik voel me echt een soort van de bank. Ja, ja, maar ik denk dat dit is de vraag. Dit is wel de reactie die ze hopen op deze vraag. Want ik denk dat het oprecht, sommige mensen hebben van, nou, ik zit liever op mensen op schoot. En sommige hebben gewoon, ik zit liever op mensen op mijn schoot. Ja, sowieso claustrofobie, dus als iemand op mij komt zitten, dan heb ik gewoon, kijk, op mijn knie vind ik niet erg of zo. Maar als iemand echt zo stijf op de bank, iemand komt echt zo op je zitten, nou, dan weet ik gewoon niet waar ik heen moet kijken of zo. Ja, dat is wel zo. Maar jij bent echt zo'n downetje die er inderdaad niet meer om kan gaan. Nee. Nee. Wat mooi ook dat je dat zegt. Zo diep niet. De bank. Ik voel me echt een bank. Dan zit je zo. Maar hier zo mee te kijken. Kijk, mijn telefoon is gevallen, hij is helemaal niet groot. Nee. Is het niet een glasplaat? Jawel. Oh. Maar daaronder ook een beetje mijn eigen. Kijk, hier aan de zijkant is mijn eigen telefoon. Maar moet je nu even niet. Wat is je eerste herinnering? Ik heb hier dus wel over na te denken. Zeg maar, sommige mensen weten heel veel van hun jeugd, sommige mensen heel weinig. Maar je eerste herinnering kan je zo niet weten. Maar één van je eerste herinneringen. Ik weet jullie nog voor de basisschool, weten jullie dat? Ja, absoluut. Ja, dat weet ik ook nog wel. Maar ik weet nog iets. Nee, ik weet nog bij de school. Voor de basisschool. Ja, maar ja, ik weet hier.
Ja, ik weet dus dat ik voor de basisschool tante met mijn broer, tante Henny altijd mijn broer naar de basisschool ging brengen en dan naar de spar ging. En dat is het enige wat ik nog een soort van weet, dat ik zelf niet op school zat. Je weet wel bepaalde vragen dingen of zo. Maar niet, dat weet ik niet. Je bent op vierers naar de basisschool gegaan? Ja. En een kleuterskleuter, heb je niet kleuterklas? Ja, dat wel. Echt Peter ja, Speerzaal, ja. Ja, dan ben je ook voor de basisschool. Ja, dat weet ik, maar dat is puur activiteiten die je hebt. Nou. Ik herinner me niet meer dat ik thuis niet zat. Op school, ja, dat ik thuis heb gezeten. Dat ik elke dag thuis was. Dat is ook niet. Ik herinner me één keer nog heel goed, toen was ik denk 4, 3 of zo. Toen ging ik op vakantie naar Turkije. Ja, dat is dus ook een activiteit. Ja, ja. En toen weet ik nog zo goed dat er komen van die schoonmakers dat bedden opmaken. Ja. Ja. En ik heb mijn beer in dat bed laten liggen. Dus mijn beer hebben ze dus opgeruimd ook. Daar ga ik vanuit als een pijn, zeg maar. Nou, dat was echt een terugreis. Het was een hel. Gewoon je beer was echt gewoon kwijt. Maar je weet ook die beer die ik nu heb. Gewoon een beetje die beer die ik wel. Dat is echt precies dezelfde die ik ooit gewoon nog een keer weer terug. Oh, oh ja. Dezelfde. Nou, ik weet alleen wel, ik ben een tijdje heel ziek geweest vroeger. Oh. En daar weet ik wel, zeg maar, nog wel van dat ik heel veel moest huilen, heel veel naar het ziekenhuis moest. Oh, zie ik, wat was je ook weer dan? Ja, ik had, wat had ik? Ik had altijd keelontsteking, oorontsteking, neusontsteking. Al mannen weggehaald. Alles is eruit gehaald, ik heb buisjes gehad in mijn oren. Ja, vatbaar voor heel veel dingen. En op vakantie had ik altijd zonnesteek, of uitslag, of, dus toen was het ook altijd huilen en niet leuk en naar het ziekenhuis. Als kut kwam. Dus dat soort dingen weet ik vaak dat ik die periode heb gehad. Ja. En als je erover nadenkt, is het ook best logisch dat je je alledaagse dagen vergeet. Want van een jaar geleden weet ik ook niet meer wat ik de alledaagse dagen weet. Ik weet de hoogtepunten, zeg maar. Maar daar houdt het ook wel weer op. Maar besef hoe zonde eigenlijk van als je aan het opvoeden bent, dat je denkt van dit weten ze eigenlijk over 10 jaar. Nee. Helemaal niet meer. Maar ook kut. Het vormt wel een mens. Mm-hmm. Je vormt een mens hoe die is, alleen ze gaat niet meer herinneren waarom ze zijn. Ik weet zeker dat als ik vroeger iets kussen mee met mijn ouders, of ze mij pijn gedaan, dan had ik dat altijd onthouden. Ja. Maar ik heb niks onthouden omdat alles goed is gelopen. Ja. Vervelende dingen onthoud je wel hoor. Ja, dat is waar. Ja, heel jong misschien niet, maar als je echt... Nou, ik denk dat je echt wel altijd in je soort blijft. Je blijft altijd nadenken van iemand heeft mij, die persoon, die ouderaar, die ik hem heen had. Maar van de basisschool weet ik wel nog veel. Basisschool, ja. Zo. Basisschool was wel echt mijn periode, jongen. Holy shit. Ik kan ook niet echt zo herinneren dat ik de basisschool stom vond of zo. Zeg maar dat je dacht van, oh, moet naar school, hè. Ja, dat heb ik wel eens gehad. Maar dat was vooral in een periode dat... Ja. Misschien wat ouder of zo. Ja, dat je echt de laatste 2 jaar. Ja. Daarvoor echt niet. Dat deed het gewoon. Je dacht niet... Je was zo bewust was je denk ik nog niet aan het denken. Nee. Je dacht gewoon, oh, ik ga opstaan. Dat is bij de middelbare. Ja, dan nee, was ik niet. Dan heb je geen zin. Dan heb je dus opeens een mening. En dan heb je puberteit ook, hè. Zo, dat lijkt me kut als ouder zijn. Je hebt dat je kind opeens een mening krijgt. Dan heb je altijd zo'n schattig kindje gehad die naar je luistert. Ja. En opeens, nee, dat wil ik niet. Nee, je bent stom en gatver, saai. Maar mijn ouders hebben daar... In die periode dat ik echt heel erg in de puberteit zat, 14 jaar en zo, heb mijn ouders ook wel heel erg om kunnen lachen, zeiden ze. Ja? Dat is zeg maar het moment dat ik echt heel het huis verrot schold en naar boven ging en zei dat ik dood wilde, dat ik gewoon en op de trap zo hard mogen ging stampen, zodat hij doormidden ging bijna, en mijn deur dichtgooide, zaten hun mede gewoon kijken van z'n tweeën, want die spoort echt niet. Ja. Maar dan hoorde ik er achteraf, moest op dat moment niet zeggen tegen mij. Maar... En dan natuurlijk gewoon puur op het feit, omdat je bijvoorbeeld de afwasmachine hebt opgeruimd. Ja. Weet je wel? Van, ja, ik was altijd vermoeid van, hier kan je zeggen, nee! Hey, ja. Of niet, nee! Hey, nee! Zo'n irritante schreeuw. Mijn moeder, dat moet ze met me uithouden. Nou, mijn moeder ging er veel te serieus op in. Oh ja, nee, maar... Moet je niet doen. Nee. Echt absoluut loslaten eigenlijk. Ja. Ik denk dat het beste... Ja, of iemand moet echt... Ja, je moet iemand gewoon zeggen, oké, is goed. Nou, ga je lekker naar je kamer. En op een gegeven moment kom je eruit. Want dan ben je eruit en dan denken ze, oh ja, je hebt toch een normale dochter. Ja. Die ging toch wel zo vaak ruzie met mijn moeder, dat is niet normaal. Gewoon nog meer als nu. Kan dat? Nee. Jawel, nu heb je echt niet die je toen had. Ik weet nog wel, toen was het echt... Gewoon om alles. Ja, maar toen vertelde je ook echt veel tegen mij. Ja. Dat was echt... Ja? Ik was op school, zei ze mijn moeder dit ook. Nee, ja, gewoon... Zij en ik stonden zeg maar net ver genoeg van elkaar af om alles te kunnen zeggen. Zonder dat je wist dat het naar een ander ging. Ja. Dus als wij elkaar tegenkwamen in de bus naar Amsterdam... Ja. Dan was het gewoon... ging het alle gekke verhalen over jongens en ook over je moeder. Ja. Over... Zeg maar, Anne en ik die kennen elkaar, maar het is niet dat we gemeenschappelijke vrienden hadden of dat we elkaar elke week zagen, of elke maand zelfs. Dat is fijn hoor. Dus, maar we kennen elkaar wel heel goed, dus als je dan... Dus je kent elkaar door en door, maar je gaat niet veel
onderwerpen om. Nee, dat is heel gek eigenlijk. Ja, en dan, als je dan iemand tegenkomt, dan zeg je gewoon alles wat je even heel je hart legt. Ja, dit en toen dat gebeurde, ja, toen heb ik daarover gelogen en dit. Ik moet zeggen dat ik dat wel alleen met jou had, op die manier. Dat is ook wel een soort raar. Ja. Maar dan was ook waarschijnlijk die vertrouwensklik of zo, was het toen al. Ja. Je hebt echt wel een gevoel als mensen... Ja, of je iemand kan vertrouwen of niet. Ik kan het haar vertellen of zo. Dat heb je niet bij iedereen die je misschien wat minder goed kent hoor. Wow. Ja, dat zo'n onderbuikgevoel heb je altijd meteen, hè? Dat je denkt, jou kan ik wel wat vertellen en jou het gek niet. Is, ja. Ook al raak je daarna bijvoorbeeld een vriendennaam met diegene of diegene spreekt je goed. En je eerste indruk blijf je altijd, is het klopt eigenlijk altijd eindstand. Ja. Want je voelt toch als iemand geen goede bedoelingen hebben en dan komt altijd de waarheid naar boven. Kijk, vooroordelen kloppen niet. Nee. Maar eerste indruk is wat anders. Nee, maar je gevoel, als iemand zegt die of die is een slet, en dan denk je oké, maar als je echt... Ja, maar als je echt voelt van, klopt iets, bij sommige mensen voel je gewoon, klopt iets niet ofzo. Uit zijn blik, uit iemands ogen, hoe die praat, of de manier waarop die iets vraagt. Of de vragen die ze stellen, dat je denkt, hoe ze stellen zo'n vraag, weet je wel. Weet je wat ik echt, hè? Door alle onderwerpen die we hebben besproken, heb ik inderdaad wel echt wel uren aan het praten zijn. Maar als ik denk van, hoe lang heb ik gedaan over eten, is het helemaal niet lang. Nee. Het is heel raar. We hebben echt een soort hele heftige gesprekken, waardoor je denkt dat je al uren aan het praten bent. Maar hoe kan dat? Hoe kan het dat we nou opeens zo'n heftige gesprekken hebben? Terwijl ze normaal van mijn poep in, schijt aan. Nou, maar dan ook... Oh, Mark! De bloemen in Mark! Jezus! Gast met buur, jongen! Bij Daan! Klopt dan? Ah, Markie! Hij denkt echt... Godverdomme, hij is nu heel snel weg. Zo is wel goed geluid dicht huis. Ja, party! Nou ja, het is ook wel zo'n pin buiten en zo. Hij heeft gewoon andere dingen zo. Hij wordt niet in het groep. Hij denkt, oh, je moet Stan niet kijken, niet kijken. Ja, oh, je moet Stan, Hij was aan het zoeken om iets te pakken en dat hij ook doet, dat 10 meter verder. Ja! Wij zijn echt gewoon, hij wil het bij het gras wel doen. Oké, nu moet Anne een vraag kiezen. Mark! Waar is mijn buurjongen? Mark! Zeg, mijn buurjongen niet. Hij doet er helemaal niet aan staan. Ik dacht ook van. Maar hij wil toch niet een nieuw mee? Nee, je zei het weer. Ze is jouw muur, jongen. Ja, joh. Oeh. Mooi, wat is iets wat je eigenlijk niet durft, maar wel heel graag zou willen doen? Ik zou echt een keer alleen op reis willen. Gewoon een weekje naar Milaan of zo, zeg nu maar wat. Heel stom. Niet echt backpacken of zo. Maar het is denk ik niet per se dat je dat niet durft. Nou ja, toch hadden we drempel tegen. Het is een hele hoge drempel wat je tegenhoudt. Maar zouden jullie dan liever bijvoorbeeld een drukke stad als Milaan zijn? Of bijvoorbeeld een keer Noorwegen? Nee. Een huisje gewoon vol met een hangmat, alleen maar rust. Ja. En nadenken en boeken lezen. Ja, zou je niet willen? Ja, of Australië of zo. Ja, maar ik zou niet echt willen backpacken, zeg maar, een paar maanden. Ja, als we dan zo voor de eerste keer maar alleen. Maar gewoon, misschien zou ik het ook willen, maar je moet natuurlijk beginnen met iets kleins. Gewoon een klein streepje naar dit of dat. Kut. Maar het lijkt me zo lekker in je eentje. Ik denk dat je echt jezelf zo ziek tegenkomt en leert kennen en tot rust komt inderdaad. Oké. Dus dat is wel echt iets, daar is alleen maar wel bij aan. Maar wat was de vraag? Wat is iets wat je eigenlijk niet durft, maar wel echt zou willen doen? Denken. Dus het ging eigenlijk niet over reizen? Wat durf je dan niet? Ik durf toch alles? Nou, ik denk wel... Kijk, ik ben altijd echt heel eerlijk naar de mensen om me heen. Maar ik zou misschien nog sneller dingen willen zeggen of zo. Wat er nu komt, zeg maar. Waar je aan denkt, waar je voor staat, waar je... Ja, nu kom ik weer niet aan woorden. Geef het een voorbeeld dan. Weet ik niet. Dat je gewoon tegen iemand zegt hoe je denkt. Ja, oké. Maar soms hou je toch het blad voor je mond dat je denkt van oké. Maar ik heb zo in sommige dingen kan je wat beter niet zeggen. Ja, dat is ook weer zo. Nou, ik krijg het gewoon niet door beter. Wat was de vraag ook weer? Ik weet het echt even niet meer. Maar wat is iets wat je eigenlijk niet durft, maar wel graag zou willen? Ja, die vraag wil graag beantwoorden, maar ik weet het niet. Was ook heel laat, durf ik echt niet. Maar ik wil wel heel graag. Ja, echt iets wat je niet echt durft. Oh, een huis kopen. dat kan ik gewoon. Dat durf je wel. Dat kan niet. Dat is wel een stap. Ja. Doe eens even. Doe eens echt. Ik durf niet. Wat trekt je eerder, de Noordpool te zuipen? Auw! Wat was de vraag? Ik dacht te vliegen. Nee, wat is deze bug? Noordpool zuipen. Je weet niet veel. Waar zit ook weer op de pinguïns? Welke van de twee? Zuipen. Oké, dan ben ik voor zuipen. Noordpool-Siberië, nee, toch? Volgens mij, Noordpool klinkt altijd als de place to be. Ja. Maar Zuidpool is zeg maar de plek waar de... Zijn jullie dat zo? Nee. De Zuidpool is eerder de plek waar ijsberen zijn. Oh. Echt? Ja, de Noordpool schijnt helemaal niet te zijn. Misschien omdat wij dichter bij de Noordpool liggen.
Nee, ik heb juist over de Zuidpool. Ja, maar ik bedoel, daarom denken wij eerder aan de Noordpool. Sorry, even snel op de volgende vraag, ik weet het. Weet je wat ik de laatste tijd heel eng vind? Ik vind het heel eng om in... Ja, je ziet het vaak voorbij komen op TikTok, diepe zeeën en al die enge beesten eronder. Lijkt me heel leuk om een keer te duiken, midden in een zee waar je echt gewoon... Echt groot is, maar ik zou het wel dood in het leven vinden. Ja. Dood, ik zou het niet durven, maar ik zou het wel heel vet vinden om te kijken wat leven. Ik wil echt weten, dat is gewoon een heel groot gedeelte van de wereld. Je weet gewoon niet wat we weten, maar 5% of zo. Ja, dat lijkt me echt zo vet. Ja. Ja. Ik was van die films dat ze echt heel diep duiken. Mm-hmm. Maar wij kunnen niet eens heel diep duiken, hè? Nee, ik wil wel... Dat is gewoon een zwart gat, hè? Ja, het is gewoon zwart. Nou. Ik wil wel graag mijn duiklicentie halen ook ooit. Ja? Ik heb zeg maar op mijn to-do-listje op mijn telefoon op staan. To-do-listje? Duiklicentie, maar ook een beestlicentie. Ik denk eerder bucketlist. Ja, bucketlist! Vanmorgen om 5 uur ga ik even duiklessen. Nee, ik bedoel, doel of... Nee, hoe heet het nou in mijn leven? Bucketlist! Je bucketlist? Nee, het heet bij mij geen bucketlist, want ik hou niet van mensen Bol. Met bucketlist. Ik hou niet van mensen met een bucketlist en ik heb het wel, maar ik noem het gewoon anders. Maar... Ja. Nou ja, joh. Oh, bij mij zitten gewoon doelen. En staat er daar, staat er onderaan ooit, nummer punt. Oh ja, en staat er ooit racelicentiale, duiklicentiale, verre lange reis maken alleen of met iemand. Oh! Ja. En een liedje opnemen. Staat dat er ja, dat vind ik ook een goede vrouw. Nou, dat zou dus ook, dat is ook iets wat ik niet durf, maar wel zou willen. Ja! Ja, zingen. Ja. Nee, dat is inderdaad precies. Ja! Nou, dat is wel precies het soort antwoord op deze vraag. Ja. Ja, nou echt een hele. Eigenlijk moet je dat soort dingen opschrijven, want jij hebt het wel in je hoofd, maar je kan er gewoon niet bij komen soms. Nee. Maar wat moet ik precies opschrijven? Nee, ik bedoel gewoon dat je zoiets opschrijft. Ja, dit. Maar ja. Ja, dat is echt heel chill. Het lijkt me gewoon zo eng. Als je onder water. Ja, Jezus. Ik kan gewoon even zeggen, kijk, stel je zit heel diep onder water. Jij zegt soms zie je ook maar die zwarte delen van water. Wat als je bijvoorbeeld heel ver onderin bent, maar je boven bent ineens naar huis? Wat de fuck ga je doen? Je kan niet naar huis. Dit is precies die comment die ze plaatsen tijdens het opmaken. Dat wij het ook totaal anders hebben. En dat ze opeens zegt, ja, ik zou echt een keer met jullie het vliegtuig willen springen. Ja, wat? Zo, Isa, zo snel. Ga je vliegtuig springen? Niet. Wie? Uit de hele zin. Isa. Welke? Nommer. Je kan het. Ja, dat is nu te laat. Ja, dat is maar wat leuk. Ja, fuck it. Met de fam. Ja. Durft iedereen dat? Ze kregen ze van de tante. Dat is zo nice. Oh, dat is wel leuk. Dat wil ik ook wel doen. Avontuurlijk. Ik durf het ook wel, maar ik zou het ook wel willen doen. Maar dat doe je niet snel. Dat doe je niet zomaar, nee. Nee. Maar ik zou het wel ooit kunnen doen. Ik zou het denk ik ook niet in Nederland doen. Nee? Nee, misschien gewoon... Oh, qua mooiheid. Ja. Sowieso. Maar bijvoorbeeld in zo'n skeer kutland. Nee, geen skeer kutland. Fout gaan. Eerder in Nederland van boven ook nog wel mooi is, hoor. Nou, je kan in de Avia. Ja, ja okay. Echt zo bij de bergen, zeg maar. Uit het vliegtuig. Maar je hebt ook voor een berg moeten kunnen springen en dan met iemand anders. Ja, dat is wel het. Nou, dat heb ik samen gekregen. Paragliden. In Oostenrijk. Nou, wij hebben een van de graag is paracelen. Met tweeën. Zet ze dan naast elkaar of achter elkaar? Achter elkaar. Jij zit achter mij, hè? Ja, sowieso. Ja. Dit was een grote. Heel mooi. Maar paragliden is heel leuk, maar ik word heel misselijk. Oh, van het veel rijden. Ja, ja, het rijdt heel veel. En ik stond helemaal zo. Dona. 14? 13? Je zegt Dota. Ik kon natuurlijk helemaal geen woord eigenlijk. Nee. Dota, too much. Oh, ik ben helemaal Dota was rijden. Maar het was Dota een zieke ervaring. Het was in het voorjaar in Oostenrijk ook heel mooi hoor, in die gebergtes. Echt ziek mooi. Ging je moeder ook? Je vader? Ja, iedereen. Mijn broer, mijn vader. Was weet je niet meer wat je doen? Wat moet ik nemen? Ja. Ik vind hem wel gewoon lekker op weg zijn hoor. We zijn wel gewoon lekker aan het op weg. Ik ben nu aardig. De paling is het meest in trek, zie ik. Wat? Dit is een aquarium. Sorry, zetvissen. Ja. Nou, weet je wat er net gebeurt als altijd? Ik maar krullen. Nou ja, gewoon een beetje bijkrullen. Van een paar plukjes. En ik dus ook schiet uitgevallen. Die krulde met mijn neus. Dus ik voelde gewoon zo. Oh, je ziet het wel. Echt? Ja, ik heb er wel een beetje in gedaan. Ja, je bent verbrand. Ja, maar dat heb ik niet meer gezien hoor. Oké, moeten we nog een vraag? Nee, komt hier in de zon. Hoe kan het dat bij elke video we opnemen niet opeens in de zon zit? Oh ja, ik heb God. Ja, dat is echt zo. Is, ja, dat vind ik ook heel vervelend. Welke zon eigenlijk? Ja, hij komt bijna door. Nee. Hij komt bijna op. Hij komt bijna op. Als je 90 jaar zou worden... Als je 90 jaar zou worden en je had de keuze om de laatste 60 jaar de geest of het lichaam van een 30-jarige te hebben, wat zou je kiezen? De geest of het lichaam? Van een 30 jaar. Nou, ik denk dat mijn geest altijd nog soort jong blijft. Ja. Ik denk dat je eerder het lichaam van een... Ik denk dat je lichaam heel erg
jou zich dat tegenhoudt in dingen die je wilt doen. Je hoort zo vaak oudere mensen van, ik voel me nog zo jong. Ja, weet je wel. Maar nu, ik zou mezelf ook nog 16 of 18 kunnen voelen. Ja. Ik ben 21, weet je wel. Maar ik denk dat je mentaal ook achteruit gaat. Als jouw lichaam zo slap wordt, dan ga je op een gegeven moment ook gewoon ouder denken. Ja. Klopt. Je gaat alleen maar ouder. Zo, dat is trouwens fucking leuk. Want dan blijf je altijd fucking fit. Ja, ja, want als ouders... Ja, dat is inderdaad wel zo. Als je echt opa en oma ziet die nog heel vies zijn... Wat? Vies, dat is een woord hoor. Ja, dat is wel een woord. Gaat ze nee? Gaat ze nee? Jongens, ik zie het niet. Woord. Jongens, ik denk ze hebben spreekzeg, maar ze hebben het gewoon niet door. Kom ik zo grappig in deze film. Wie of Fies? Fief. Ja. Zo mooi. Fief. Met een F. Ik weet niet hoe je het schrijft, maar het is wel mooi. Fief betekenis. Fief wel een fief. Alleen goed. Ja, het zal wel ergens. Ik heb waarschijnlijk. Oh, hier, Fief. Ja, ik geloof je, Anne. Ik zweer het, maar ik weet het zo niet. Oké. Nou, nu ben ik echt waarom het niet zo is. Ik had het vanochtend ook al een woord. Straks iemand kijkt die denkt. Zo mooi fief. Nee. Maar in ieder geval, als iemand, als opa en oma zijn nog heel fief is, dan heb je ook veel sneller het idee van, zo, die is echt nog jong begeest. Ja. Jongens, ik word gewoon niet serieus genomen. Ja, maar ik vind het zo grappig. Tanja, ik vind het zo grappig. Het is ook zo serieus in die zin, dat nee, maar hoe de fuck kom je daar nou weer bij? Zeg jij nooit. Ja, wel. Ik heb gewoon nu weggeslikt. Stop eens. Zo. Maar ik had het vanochtend ook al met een woord. Echt? Ja, maar jij komt zo wel raar. Nee, vanochtend zei ik boei. Dat was een discussie van, is dat nou een woord of niet? Ik dacht ook, wat is het nou voor aandachterij? Nee. Boei, het boei lekker. Wat lul zijn. Ja, als jij het zegt, dan durf ik er ook naar mee. Ja, maar volgens mij is het wel oprecht een woord. Het is zeg maar een soort uitspraak over wind. Kijk, het is niet de verleden tijd van waaien, maar zo gebruik ik het niet. Het bestaat wel, ik heb ook nog gevraagd. Ja, boei is wel. Want dus waaien is de verleden tijd, maar ik gebruik ook niet van zo, het heeft echt geboeid. Nee. Zullen er vast ook mensen zijn die denken, boei is gewoon echt het normaalste woord dat ik elke dag gebruik. Wij zijn echt van die sukkels die niet zeggen wat. Nee, ik denk niet dat iemand het elke dag gebruikt. Ook niet een andere positie. Zo, nu wordt het echt eigenlijk veel mooier. Ja, precies. Wauw! Wow. Hoe lang hebben we al gefilmd? Ja, ik denk echt wel best lang. Want we dachten, zeg maar, bij die make-up video hebben we ook gewoon een uur gefilmd, hè? Ja. Dat heb je ook helemaal niet door. We gaan allemaal doen. Hoezo heb ik het opeens zo tering heet? Ja, ik heb het ook zo heet. 40 minuten. Zo! Dat is lang. Ja, dat is heel lang. Nou, daar hebben we echt heel veel over. Maar ik wil vanavond misschien ook wat weten. Ja, joh, dit is geweldig. Ja, hey, hoeveel wijn hebben we? 2 flessen heb ik. En dit hier ook nog wel wat. Zullen we nog even lekker wijn hebben? Ja. Wat goed. Oké, nou bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het weer waar genoeg leuk vond. Ik vond het wel heel leuk. Waar genoeg leuk. Even like, subscribe, deel, comment, follow. Doei. En geniet van het leven. Ja. En waardeer het leven. Doei. Bye. 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 Bye.